Onlangs is in Someren de tijdelijke winkel Cadeaulokaal geopend. Een sfeervolle cadeauwinkel met de leukste cadeaus van lokale retailers onder één dak. We gingen er een kijkje nemen. Ja, we zijn bij Cadeaulokaal. Wat is Cadeaulokaal? Cadeaulokaal is een winkel waar verschillende bedrijven hun cadeauartikelen verkopen. We hebben inmiddels 46 bedrijven in Cadeaulokaal staan. En het is echt een winkel voor tijdens de feestmaanden. Dus we zijn 22 november zijn we open gegaan en we zijn open tot de kerst. En dan daarna is het ook echt afgelopen. En het is echt de bedoeling om ondernemers, bedrijven hier uit de regio, echt uit lokale regio, weer een beetje onder de aandacht te brengen. Om ze weer mensen terug de Poststraat in te krijgen. Ondernemers die normaal niet heel snel onder de aandacht komen, om die hier een plekje in de winkel te geven. En zodat mensen hier tijdens feestdagen hun cadeautjes kunnen komen shoppen. Het is de bedoeling dat als de winkel dadelijk dicht is, de klanten naar de ondernemers zelf weer getrokken worden? Ja, dat is wel een beetje de hoop dat dat weer gaat gebeuren. Dat mensen weer in de winkelstraat gaan komen. Mensen ook echt naar fysieke winkels toe gaan. Er wordt toch heel veel nog steeds op via webwinkels gekocht. En wij hopen toch ook wel heel graag dat mensen weer echt het liefste weer gewoon echt spullen in de handen hebben. En toch kunnen kijken van oké, dit is wat ik in de hand heb en dit is wat ik ga kopen. En in plaats van thuis achter de computer te gaan zitten en dan te kopen. Dus we hopen echt wel dat hiermee ook weer de mensen in de winkels gaan komen. Ja, zeker. Wat zijn de openingstijden? Wij zijn iedere werkdag zijn wij van 10 tot 6 geopend. Op vrijdag zijn wij tot 8 uur geopend. En op zaterdag ook van 10 tot 6. En zondags van 1 tot 5 zijn wij open. Iedere zondag. Even het adres en tot wanneer? Wij zijn geadresseerd aan de Lovenbaan 5 de Someren. Dat is tegenover de Jan Linders en de Lidl en tegenover Slaapfabriek Zonnemans. En naast Bloem Supermarkt Zonnebloem zijn wij gelokaliseerd.